hebben allemaal stukken van ons leven die we als privé beschouwen. De laatste jaren hebben de meesten van ons een stukje privacy opgegeven in ruil voor diensten van bedrijven. We betalen als het ware met informatie over ons in plaats van met geld. Kijk maar eens op je smartphone aan welke apps je toelating geeft om je localisatiegegevens te gebruiken. Als je een bedrijf toegang geeft tot een deel van je privégegevens, dan verwacht je natuurlijk dat er duidelijke afspraken bestaan over wat er met die gegevens al dan niet gedaan mag worden. En je gaat er ongetwijfeld van uit dat de informatie goed beschermd wordt, zodat niemand ze kan stelen of misbruiken. Er is gebleken dat we toch iets kritischer moeten zijn. Want die afspraken zijn niet altijd duidelijk en we hebben allemaal gehoord van massale diefstal van privégegevens. En daarbij is het belangrijk op te merken dat ook gegevens zoals bijvoorbeeld een professioneel e-mailadres in een business-to-business context een persoonsgegeven is. Intussen is de Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Alle bedrijven zouden de zogenaamde GDPR-regels moeten toepassen. De realiteit is dat bedrijven om de regels toe te passen soms heel belangrijke investeringen in tijd en geld moeten doen. Alle bedrijven, ook de kleinste KMO's. Heel wat bedrijven zijn dan ook nog niet helemaal klaar. Wij vragen dat de overheid verder informeert over wat moet gebeuren, eerder dan in eerste instantie zware boetes op te leggen. Geef de bedrijven nog even de tijd om te doen wat moet gebeuren. Verder moeten de administratieve verplichtingen zo eenvoudig mogelijk gehouden worden. Zorg voor eenvoudige formulieren om bijvoorbeeld incidenten te rapporteren. Waak er streng over dat de erg strikte Europese regels niet nog strenger gemaakt worden in ons land. Kortom, we moeten ervoor zorgen dat privégegevens op een goede manier beschermd worden. Op zo'n manier dat de overlast voor de bedrijven tot een minimum beperkt blijft. Wil je meer weten? Lees dan alles over privacy op deze website.